Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Amazing Vloggen. Als eerst, als je niet geabonneerd bent, abonneer dan natuurlijk heel eventjes op mijn kanaal. Geef deze video een blauw duimpje omhoog en dan wens ik je super veel kijkplezier met deze video. In deze video dus weer een shopvlog, super leuk. Alleen deze keer niet van kleren, maar van gewoon make-up items. Deze heb ik dus allemaal gehaald bij de trekpleister. Dat was een super leuke actie. Dus ja, ik vond het super leuk om dit nou dus op te nemen voor jullie om een keer... wat make-up te laten zien wat ik heb gekocht. Dus ja, ik wens jullie super veel kijkplezier met de video. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, zoals ik dus al zei, de items komen van de trekpleister. En ook als je naar de site gaat van trekpleister, dan zie je al gelijk dat er een actie is op Catrice en Essence make-up. Namelijk 2 plus 1 gratis. Dus ik heb 3 items gekocht. En die ga ik dus ook laten zien. Ik heb allemaal dingetjes van onder de 3 euro gekocht. En ik heb dus in totaal een korting van 2,50 euro afgerond. Dus ja, ik vind dat super fijn als je dus ja, 3 dingen kan kopen voor de prijs van 2. Want ja, het scheelt je natuurlijk gewoon heel erg veel. Dus ja, ik ga gewoon beginnen met het duurste wat ik heb gekocht. En dat is deze camouflage matte concealer. Deze was 2,90 euro. En deze is van Essence. Ik weet dat deze fijn is. Alleen ik had deze al eerder. Alleen toen had ik hem eigenlijk in een paar tinten te donker gekocht. Dus ik, ja, toen ik deze actie zag, dacht ik zo van... Oké, dit is misschien wel fijn om die dus te kopen. Want dan heb ik een keer de goede. Dus ik heb nu een paar tinten lichter gekocht. Ik heb nu de 26 Natural Beige. Ik heb hem net al op mijn wang hier opgedaan. Kijk, hier zie je het wel, het verschil met de roodheid. Er staat ook dat hij waterproof is. En dat hij helpt bij het coveren van tattoos. Al vraag ik me dat een beetje af. Ik ben best wel benieuwd of hij dat echt zou doen. Ik heb zelf geen tattoos, dus ik kan het ook niet testen voor jullie. Maar ja, deze is dus ook mat. En ja, ik vind ja, bijna 3 euro voor een concealer vind ik niet zoveel. Ik had eerst eentje, die was van Max & More volgens mij. Maar daar heb ik niet meer zo heel veel van. En zeker omdat ik binnenkort op vakantie ga, vond ik het wel handig om deze toch in mijn tas te hebben. En ook in de goede kleur. Ik heb gewoon een beetje gekeken naar van oké, welke is niet te donker. En ik wist ongeveer wat ik zelf had. Maar ja, je hebt deze natuurlijk echt in heel veel verschillende tinten. Dus ja, deze heb ik dan dus wel afgerekend. Dan gaan we nu verder naar het volgende item, wat dan ook duurder was. En dan ga ik dan zo meteen laten zien welk item ik dus gratis heb gekregen. Het volgende item is van Catrice en deze was 2,60 euro. En ook deze heb ik eigenlijk echt altijd wel in mijn make-up bakje liggen. Dat is namelijk deze Catrice wenkbrauwpotlood. Eyebrow Stylist. Ja, deze is dus van Catrice. Ik heb nu nummer 25. En er staat hier ook op dat die waterproof is. Dat is me eigenlijk nog nooit eerder opgevallen. Ja, ik heb hem nu toevallig ook op. Dus dit is zeg maar hoe die eruit ziet. Ik ben niet echt de beste in het tekenen van wenkbrauwen. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Ja, deze is heel fijn. Want als je die dus open doet, heb je gewoon... Hoe zit die strak dicht? Oké, hold up. Oh my god, hij zit echt... Of zit er een... Nee, er zit geen... Ik ga hem gewoon niet open. Hij zit zo strak. Jongens, wat is dit? Het kwastje krijg ik wel goed. Nou, die doe ik dan wel eerst laten zien. Je hebt dus een kwastje waarmee je het dus zo helemaal kan uitsmeren, vegen, wat je wil. Ik vind het super fijn dat dit zo 2-in-1 is, zeg maar. Zo en potlood en kwastje. Dan hoef je natuurlijk niet nog een los kwastje mee te nemen. Zou je natuurlijk wel kunnen doen als je dat persoonlijk fijner vindt. Ik vind het gewoon fijn om gewoon deze te gebruiken. Ik ga nu heel even proberen of ik deze nog open ga krijgen. Want ik wil hem wel open krijgen, want dat is natuurlijk ook handig voor mezelf. Oké, ik heb hem open, maar de punt is echt cracky. Hij ziet er niet meer zo mooi uit. Ik zal zo eens even proberen of die een beetje scherp stelt. Ja, je ziet echt gewoon
zo'n knik erin zitten. Iemand heeft het in, denk ik, gewoon echt te hard doorgeduwd, I guess. Maar dat maakt niet uit. Ik heb gewoon een puntenslijper. Ik heb deze nu zelf ook. Maar die van mij die is bijna op. En ik ga binnenkort dus op vakantie. Dus ik vind het wel handig om alvast een nieuwe te hebben aangeschaft. Dus ja, nogmaals. Ik heb deze kleur. Nummer 025. Perfect Brown. Hij ziet er dus zo uit als je hem op hebt. En ik vind het echt een super fijn oogpotlood. Of wenkbrauwpotlood. Ik heb ook heel vaak die van Essence geprobeerd. Maar ik vind toch... ja, deze wel fijner dan die van Essence. Ja, bij Essence heb je sowieso een recht korstje. Ik vind dit toch fijner. Zo'n ander draaiborsteltje, zeg maar. En ik vind ook gewoon de textuur en hoe je het erop brengt. I don't know, die van Catrice voelt gewoon veel beter dan die van Essence. Maar het is natuurlijk wat je zelf fijn vindt. Want het kan best zijn dat jij zegt van ja, ik vind Essence wel super fijn. Dan is het natuurlijk ook goed. Het volgende item wat ik dus eigenlijk gratis heb gekregen is een nagellak. En deze was €1,90. Deze is van Essence. En het is de I Am Peachy Today. En toen ik deze zag, ik vond deze kleur echt super leuk. Het is ook gel nagellak. Dat staat er ook op. Het is gel nail color 43. Mocht je er zelf naar op zoek zijn. En ik heb hem ook al opgedaan. Ik zal het heel even laten zien. Ik ben niet de beste... in nagels lakken. Maar ik vind deze kleur echt super leuk. Heel leuk voor de zomer vind ik zelf. Zo'n ja, peach kleurachtig. Alleen ik heb net op mijn bon gekeken. En ik vraag me echt af. Mijn nagellak was €1,90. De wenkbrauwpotlood was €2,60. Mijn concealer was €2,90. En mijn cutting is €2,50. Wat? Maar oké. Okay. Maakt niet uit. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een super leuke make-up shoplog vonden van de trekpleister. Ik vind het heel leuk om make-up te kopen in de korting. Ik vind het gewoon in general leuk om make-up te kopen en natuurlijk uit te proberen. Dus ja, ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van deze video. Vergeet daarom ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie je natuurlijk altijd op je feed verschijnen wanneer ik weer een nieuwe video heb gepost. Vergeet natuurlijk ook niet deze video een blauw duimpje omhoog te geven. Een leuke comment achter te laten. Misschien kan iemand van jullie mij vertellen hoe het kwam met die korting. Maar in ieder geval, ik zie jullie weer bij mijn volgende video. Later!